Ik zeg volledig ja, dat betekent 4 ja's, dat betekent gefeliciteerd, welkom bij Idols. Heerlijk. Ik heb Bram Boenders bij me staan van Idols, kwartfinalist. Hoe is het om in Idols te staan? Ja, dat is super vet. Het is echt ongelooflijk nog steeds. Als we gaan repeteren met de kandidaten, dan sta ik alsnog om me heen te kijken van joh, ja, is dit wel werkelijkheid? Het is echt zo erg is het. Ik heb hier ook mijn beste maat meegenomen, die heeft mij opgegeven. En ja, ik was eerst een beetje zo van, ik durfde me niet zo goed. En ik zei van, nee, doe maar niet joh. En, maar ja, tot nu toe ben ik hem hartstikke dankbaar voor dat hij me heeft opgegeven. Want dit is echt niet normaal, nee. Je bent niet totaal onbekende voor N1. 2 jaar geleden was je ook in de studio. Even terug in de tijd en nu was in die tijd allemaal gebeurd? Ik ben eerst ten eerste afgevallen. Want ik was toen wel een stukje zwaarder. Ik had optredens met een sigaret in mijn hand, een andere hand een biertje. Ja, het liefst een halve liter ook. The lights were broken, but the brightness was still in my sight. The ice cold breath makes my long wait inside. Ja, en heel veel mezelf ontwikkeld op muziekgebied. En akoestisch gaan spelen in plaats van hard rock. En dat is toch beter, dat ligt toch dichter bij mijn hart, dat merk ik. En ja, gevoelige muziek, dat is me alles. I walked into the bedroom on a rainy afternoon. And I heard her say to me, not a moment too soon. De dames en heren, de gast in de studio van Ontbijt Show, Bram Boenders van Idols. Yeah. Oké, okay. Wat een enthousiasme, Bram, hè? Hier. Yes. Dat is de vroege ochtend. Dat is altijd. Zo, Bram, hoe is het met je? Goed. Ja, gaat heel goed. Okay. Wel een beetje gespannen natuurlijk. Omdat toch. Nu de laatste 5 kandidaten, oh. dat komt wel erg dichtbij allemaal. Ja, en ja, we moeten nu stemmen zien te winnen. Mm-hmm. Om plaats te nemen in de halve finale. Dus daarvoor ben ik hier eigenlijk. Oh, oké, okay. Nou, dat gaat goed komen. Hey, nog 5 kandidaten over. Wat moeten jullie doen? Wat is jullie opdracht? Onze opdracht is, mensen moeten dan stemmen. Dat is voor mijn geval Bram met 3-1-3-1. En het geldt ook voor views op de clip die we hebben gemaakt. Okay. Dus, en daar loop ik helaas mee achter. Dus dat is een beetje balen. Maar goed, we geven de moed niet op natuurlijk. Nee. En dan aan het begin van de halve finale, dus alle 5e kandidaten die moeten daar dan zitten, krijgen wij te horen van wie er niet mag optreden. Dus het is allemaal heel zenuwslopend en dat is echt heftig. Oké, wanneer is die? Die is volgende woensdag, dat is 12 april. Aankomende woensdag, die is live. Die is live, ja. Oké. Nou, dan zullen we maar gewoon de mensen in deze regio even laten zien voor het feit dat jij met een gitaar wat kan. En met je stem ook. Dus wat ga je doen? Ik ga mijn auditie zingen van Idols, To The Water van Matt Swans. Oh, dat is prima. Laat maar komen, zeg ik. Yes. Into the bedroom on a rainy afternoon, and I heard her say to me, not a moment too soon. She said, child, don't you worry, I will always be with you. From the way she looked at me, I believed it to be true. And when she said, I'm ready to close my eyes, steady and hold tight. I'm gonna be crossing over to heaven and the great divide. And I'm ready to close my eyes, heavy and so wide. I can feel pull me under, steady as the rising tide. And take me to the water by the road that leads you down, and lay me down, yeah. Ja, er staan echt 5 cameramensen omheen. Die kunnen niet klappen, die hebben een camera in de hand. Dat is op zich wel weer jammer natuurlijk. Mooi man. Dankjewel. Ja,
Hey, wat maakt dat jij zeg maar het nieuwe idol bent? Nou ja, ik wil allereerst wil ik al eigenlijk heel mijn leven een voorbeeld van mensen zijn. Ik sta al vanaf kleins af aan, sta ik met een borstel in mijn hand, met een mp3'tje op de achtergrond op mijn kamer te spelen alsof ik voor een Amsterdam Arena sta. En ik denk ook dat ik wel een voorbeeld van mensen kan zijn. Ik denk dat, dat ik zoals de fans mij lief hebben nu, heb ik hun ook lief. En daarom vind ik ook dat ik iets terug moet doen. En ik beantwoord alle berichtjes die ik krijg. Oh, echt, ja? Allemaal, want okay. Voor wat hoort wat, zeg ik dan tegen. Ja, dat is waar. En ik denk dat ik mensen ook wel vrolijk kan maken met mijn muziek. En kan troosten, en dat vind ik het belangrijkste. Oké, dat is wel een dagtaak, hè? Dat al die berichtjes beantwoord worden. Maar daar ben je druk mee. Mooi. Kan je nog een deuntje doen? Nog een deuntje doen? Ja. Oké, dan speel ik mijn eigen nummer. Ja, wat jij wil noemen. Ja, tuurlijk. Leuk. Hey girl, when I hold you so tight and look into your eyes, seeing your precious smile, life is wonderful with you and all the things that we do. And my heart melts when I think of you. And I will always be there for you. Take my hand by every step, side by side, we will make it together. 'Cause you are the best part of me. And you make my life complete. That's all I need, and you are everything to me. With you in my life, I will succeed. Looking at you in my arms, with a smile on my face, the proudest man I can call myself, we love you every day. The most beautiful, my sweetheart, you're my diamond and my pearl. And you will always be my little girl. Ja, man. Ik klap hier een beetje. Dat kunnen ze wel niet, dat maakt niet uit. Het is nu zo'n kwartfinale, dan moet je een clip opnemen. Die heb je uitgebracht, Stand By Me. Ja. Hoe staat het daarmee voor? ik doe er alles voor om inderdaad views en sms'jes te krijgen. Helaas sta ik nu momenteel 10.000 achter op Julia. Dat vind ik erg vervelend. Dat is erg jammer, maar we geven de moed niet op. Ik blijf hartstikke positief en zoals je ziet, ik ben nu in Nijmegen. En ik ga zo meteen ook naar scholen toe. Ik ga mezelf heel erg promoten, want ik ga er alles voor doen om erin te blijven. Want ik ben nog lang niet klaar met idols. Whenever you're in trouble, just stand by me. Oh, stand by me. Wat zou je dan willen zeggen? Nu is dit het moment natuurlijk. Wat moet je even zeggen tegen de mensen? Stem op jou. Ja, nou, stem op mij. Dat is Bram naar 3131. Kijk mijn clip. Laat weten wat je ervan vindt. En tag je vrienden. Deel het met iedereen. Dat zal echt superveel voor me betekenen. Dat is echt niet normaal.